Oké. Okay. Ja, nee, dat is de gewone. Ja, dus ja, het ziet er allemaal beter uit. En ook ja, op Brits niveau, op Brits gebied, ja, alweer wat dingen op de planning staan die hopelijk doorgaan. We gaan het zien. Even kijken of het opnemen goed gaat, want ik heb ook een nieuwe laptop en zo. Oké. Ja. Oh ja, ik zie het. Oh, prima. Goed, jij hebt weer wat dingen op de planning staan. Live bridge, wanneer gaat dat gebeuren? Ja, hopelijk. Nou ja, waarschijnlijk een van de eerste dingen waar ik naartoe ga in het buitenland is Pula, als dat doorgaat. Dat is begin september. Kroatië, ja. Ja, Kroatië. En daarna komen er nog wel meerdere dingen. Hopelijk eind van het jaar weer naar Amerika. Misschien iets daarvoor ook al een keer. En ja, competitie, Nederlandse competitie en zo. Hopelijk wat er nu allemaal op de agenda staat, wedstrijdkalender voor vanaf september. Hopelijk gaat alles gewoon door. Ja, Zoals het er nu naar uitziet, ik zie denk dat ik op zich dan. wel rooskleurig is. Ja, lijkt me prima. Goed, gaan we verder, gaan we door met onze problemen, want er waren weer een paar mooie problemen, zaten er tussen. Kijk, ik dacht, dit ga ik jullie niet laten bieden in BBO. Zo, het is zo complex, zou ik willen zeggen. Laten we even de handen doorheen lopen en kijken wat er gebeurt. Zuid opent een sans, 15-17. West biedt twee klaver, beide hoge kleuren. Noord biedt twee sans, Lepenzol, of vaak voorbijgekomen in onze afleveringen. Oost drie harten, vrijwillig. Passen. West vier harten. Nu doet onze partner vier sans. Luc. Ja, Dat is geen azenvragen, denk ik. nee, dat is geen azenvraag. Ja, vaak als het, ik speel het vaak dat het de lage kleur is. Ja. Als het dus niet, als het geen azenvraag kan zijn, als je nog geen fit hebt gevonden of zij bieden heel hoog tussen, tot ze openen vier schoppen of ze volgen vier schoppen en zeg nu vier sans, dan weet je, ja, dan is het vaak voor mij voor de lage kleuren. Alleen eerst een beetje, ja. Dus ik zou denken dat hier de bijdrage kleuren toont. Alleen welke langer moet zijn, dat is weer de tweede stap. Ja, het is een beetje een mystiek iets geloof ik. Normaal gesproken een bietje in de kleur. Dat een bietje eerst eruit is. En dan kan je Ja. daarna een beetje sans bieden of zo. Dat Of is nu het een beetje aller. lastig. Maar ik denk wel dat het lage kleuren moet zijn. Ja, want hij heeft in principe al een zwakke hand aangegeven als hij een lage kleur heeft. Ja. Zou die ook nu direct kunnen bieden? Ja, en sans om te spelen lijkt ook gek als zij drie en vier harten bieden. Dan, ja, ik heb zelf acht konings. Het voelt wat gek als hij dat. Dus ja, ik denk dat het lage kleuren moet zijn. Nou ja, je hebt ook niet zo moeilijk bot en haar weer. Nee, dat is makkelijker dan gelijk lijkt. Ja. Ja. Oké, ja. Vier zand lage kleuren. Ik hoop dat onze vraagsteller daarmee beantwoord is. Maar hij had nog een vraag. Want, zelfde biedverloop, maar dan de westhand. Die moet uit tegen dat biedverloop. Nou, we weten al wat de Zuidhand was, die moeten we even te snel vergeten. Berend, ik zou troef willen starten, maar dat lukt niet. Nee, dat snap ik ja. Als je 4v1 had, kon je nog troef starten. Zo van, Ja, stel dat je een troefje had, dan had dat jouw voorkeur gehad? Ja. Ja, misschien wel. Omdat de rest allemaal wel makkelijk een slag kan weggeven en troef start. Waarschijnlijk als de leider wat een snit moet doen in troef, dan doet hij dat toch over partner, omdat wij al beide majors hebben beloofd. Ja. Dus die gaat hij dan waarschijnlijk toch goed doen. Dus dan hoop je geen slag weg te geven. Ja. En nu mogen we starten. Ja, partner heeft vaak wel iets in harten, maar ja, de leider ook nog steeds. Denk ik. Die heeft heel vaak iets in elke kleur. Ja, we zouden kunnen hopen dat partner bijvoorbeeld kort in ruiter is. Wat wel een kans is.
Omdat zij natuurlijk, omdat Noord beide minors heeft. En Zuid kan makkelijk ook zelfs dubbele fit voor de minors hebben. Ja, die heeft er ook twee. Die heeft er zeker twee en Noord minstens vier. Misschien wel vijf. Misschien wel vijf. Ja. Dus ja, op zijn slechtste heeft hij een dubbelton, maar heeft ook wel vaak een singleton. Dan kan het hard gaan in ieder geval in de defense. Zo. Ja. Ruiten aas en dan een lettertal signaal voor schoppers of zo. Een hoge ruiten. Ja. En dan door de schoppen hier heen gesneden en nog eentje en nog eentje. Ja, dus ik denk dat ik ruiten aas heb starten, maar ja. Kan ook fout zijn, maar je hebt weinig zekerheden in bridge. Nou ja, ik weet het goede antwoord, want ik weet wat er aan tafel gebeurde. Er werd ook niet heel onlogisch harte aangestart. Ja, die heeft je maat geboden. Dat was in de renons van Noord. En toen werd het contract gehaald. Dat was wel een beetje snel. Want harte heer was toen hoog. En inderdaad, ruiten aas, ruiten naar is een paar down. Dan had partner wel passief geboden met Riart met een 6K mee. Ja! Ja. Nee, nu zou ik niet zo bang zijn voor renons bij Noord en Harten. Maar als partner 4-hard gesprongen was, dan is die kans wel groter. Want dan zie je dat partner bijna geen punten heeft, waarschijnlijk. Of niet zoveel. En toch naar 4-hard is gesprongen, dus dan heeft hij veel meer verdeling. Maar nu heeft hij alleen maar 3-harden gezegd. En dat kan op van alles, denk ik. Met een 4-hard doet hij dat ook competitief al vaak, denk ik. Dus ja, ik snap dat je nog niet direct denkt dat hard aas afgetroefd wordt, omdat je er zelf maar 4 hebt. Nee, je verwacht misschien wel dat singleton of zo op tafel komt. Dat is niet zo gek. Ja, op zich heeft hard start dan ook niet zo heel veel zin, denk ik. Nee. Alleen als partner alles in hard heeft en het is passief. Dan, vooral als je niks in ruiten weg wil geven, toch? Ja, klopt. Ja, dat kan ook wel eens een keertje. Ja, dat is niet zo. We zien ook al heel ver weg. Zo, wat zei je? Dat die kan niks in ruiten weggeven, dat ook wel weer een beetje ver weg is. Dan moeten we ook nog wachten. Ja, zo voelt het een beetje. Nou ja, ruiten geeft denk ik niet heel vaak wat weg. Want ja, als Spartner is singleton heeft en Zuid heeft er twee, ja, dan zou Zuid precies iets van heer dubbel moeten hebben om boer vierde of zo. En dat partner vrouw klein heeft gehad. Ja, zo. Dat lijkt me niet zo groot. En dan moet de leider ook nog een nuttige kaart op die ruitenboer weg kunnen gooien. Ja, die niet kan aftroeven en zo. Oké, dat draaft allemaal te ver. Oké, dank voor jullie feedback op deze inkomvraag. Gaan we nu naar een interessanter thema. Een ander thema. We hadden het hier in ons voorgesprek al even over. En toen hebben we er best lang over gepraat hoe je dit nou zou moeten aanpakken. De vraagsteller die begon in eerste instantie met van ja, over een preemptieve actie heb je met een 5-5 en een goede openingskracht niet zo vaak een probleem omdat je een wereldconventie kunt doen. Ook al vaak langsgekomen in dit programma. Maar als je een 6-4 hebt, dan wordt het misschien wel wat lastiger. Want wil je allebei de kleuren in de aanbieding doen? Of je 6 kaarten. Stel dat je ze allebei in de aanbieding wil doen, dan ben je dus kort in de een van de niet geboden kleuren. Dus dat kan dan misschien ook wel niet met een doublet. Lastig allemaal. Luc, in dit biedverloop Oost begint met 3 klaver. Laten we bij het begin beginnen. Ja. Zuid is aan bod. Stel dat je de andere handen niet ziet. Nee, dat kan. Ik denk dat je 2 opties hebt. Dat is denk ik wel een probleem. Je kunt of 3 ruiten volgen, of dublet en dan hopen dat je je ruitjes nog kan bieden. Normaal gesproken is volg je een puntje of 17 zoiets. Als op 1 niveau openen, dus als een klaver openen, dan kun je dat een puntje of 16, 17 zoiets volgen. Ja, het ligt er een beetje aan wat je stijl is, maar zoiets. Alleen hier is het natuurlijk een stuk enger. Als jij dublet zegt en je partner zegt 3 harten, dan moet je al 4 ruiten bieden en dan ben je 3 sans alweer voorbij. Zo wordt het allemaal een beetje mistig.
Hij kan ook weer naar 4 achter gaan springen. Dan heb je ook geen idee. Dus om die reden zou ik geneigd zijn wat zwaarder te volgen hier. Dus, als je wil, dus dan, daarom zou ik denken dat acht koningsjack is ook niet de allermooiste kaart. En daarom zou ik denk ik 3 ride volgen. Je beeld is weg, Tim. Ja, omdat iemand inlogt op mijn account. Maar ja, dus om die reden zou ik denken dat je net wat te zwak bent om te beginnen met dublet en daarna je ruitjes te bieden. Want zeker als maat 4 harten biedt, dan weet je niet of je moet passen als maat 6 of 7 harten heeft. Of dat je in 5 ruiten moet zitten. Dan wordt het een beetje gokwerk. En dan, het is wel kiezen tussen 2 kwaden, want je hebt natuurlijk wel veel punten voor 3 ruiten. Maar dat zou ik doen. En hopen dat het dan nog op zijn pootjes terechtkomt. Ja, sorry, ik moest eventjes wat technische dingen doen. Jullie zagen waar ik daadwerkelijk Ja. Nou ja, maakt ook niet uit. Precies, je moet de 3 ruiten, als je dubbeleert dan kom je in een probleem. Oké, laten we zeggen, we bieden met deze hand 3 ruiten, niet sterk genoeg voor eerst dublet. Dat aasloze vind ik zelf wel tegenvallen. Zeker hier is misschien ook niet zo... Nee, klopt. Klopt niet de mooiste 17 punten. Nee. Niet echt, nee. Goed. 3 ruiten, dat doen we. Best past. En dan is Noord. Berend. Ja, met Noord, je kan eigenlijk niet anders dan 3 harten bieden. Kijk, 5 kut is geen plaatjes erin, dus het is niet zo mooi om te bieden. Maar je hebt volgens mij genoeg om te bieden, want volg bot op 3 niveau over een prem belooft wel normaal gesproken vanaf een goede opening tot een hand als deze. Gewoon waarmee je eigenlijk niet kan beginnen met dublet, maar toch maar je kleur wil bieden. Dus met 10 punten, moet je toch maar gaan bieden. Je zit wel eens een hoge manche, maar... Je wil ook niet de manche missen met gewoon 25 punten samen. Dus je moet bieden. Nou, je hebt geen klaverstop. Dus je kan geen 3 sand zeggen. Dus ja, je zegt 3 harten. En 5 of meer harten zijn forcing. En dan hopen dat partner nog wat kan bieden. Dat we het juiste eindcontract gaan bereiken. De juiste manche. Oké, 3 harten. Piet Noord. En dan Zuid? Ja, nu moet ik nu een wereld doen. Ik dacht ik moet doen, maar... wat je wil. Luc die zit Zuid, ja. Ja, dit is zo lekker. Luc, laatste keer. Luc, vrije gang. Ik heb hier een lekker glas vodka. Water. Okay. Daar zou ik een stokje van nemen, hoor. Ga zitten. Nee, je hebt nu met Zuid paden die je vacht. Dus nu heb je eigenlijk 2 keuzes. Je kunt of 3 schoppen bieden. En dan hopen dat je in... de partner daarna goed kan doen. Dat is vooral goed als partner een 4 kaart schoppen heeft, dat je in 4 schoppen kan komen. Ander alternatief is dat je 3 sans biedt. En dan mis je zelfs een 4-4 kaart schoppen. En dan maak je dat weer wat moeilijker. Dus volgens mij moet je een beetje afwegen of je in hoe vaak een partner een 4 kaart schoppen heeft. Want partner zal niet heel vaak een klaverschop hebben. Aangezien je zelf een heleboel sec van klaver hebt. Blijkt dan niet heel waarschijnlijk. En dan moet je een beetje gokken of je hoe vaak je 3 sans haalt. Natuurlijk best wel wat punten, dus tegenover 2 azen komt al in de buurt. Maar dan moet je wel ruiten aas hebben. Dus je moet een beetje kiezen of je voor je schoppen gaat, denk ik, of voor 3 sans. Ja. Zo voelt het een beetje. Want ja, 3 schoppen kan een partner wel eens een keer 3 sans bieden. Maar het lijkt me niet dat dat heel vaak gebeurt. Dus ik denk dat ik 3 sans zou gokken, maar dat kan wel heel verkeerd zijn. Ja, ik voel daar ook wel wat voor, 3 sans. Ja, als partner uit Azië heeft en wel 4 schoppers, dan denk ik niet dat hij heel blij is. Nee, maar je hebt ook kans dat partner 3 kaart klaar werkt. Hè? En dat Oost aas gauw 7 heeft en dat je in een troefcontact gelijk een aftroever krijgt en in 3 sans komt gewoon Oost nooit meer aan de slag. Ja, dat zal ik ook aan denken. Dus dat is ook nog het voordeel dat partner wel eens een 3 kaart klaver heeft. En dat ze 7-1 klaver hebben. Het nadeel van 3 sans is als een partner een dubbelton heeft en je hebt geen 9 slagen naar de slag. Ja.
Klopt, de twee hoge azen, ja. Dan moet je misschien wel een vijver uitzitten. Of vier schoppen. En Berend, als ik stel drie klaver, ik vond drie ruiten, partner die drie harten met Noord. Stel, ik bied drie schoppen. We zijn er nu van uitgegaan dat dat echt is. Ja. Maar het is ook het enige bod onder drie sands dat ik nog heb om misschien nog iets te pielen. Misschien nog om onzekerheid uit te drukken. Wat zijn jouw gedachten daarover? Ja, zelf speel ik dat wel zo. Maar dat is wel lastig. En we noemen dat dan noodbod. Dus drie schoppen. Van het laatste bod onder drie sands. En dat geeft dan aan, ja. Ik weet eigenlijk niet in welke mandje we moeten zitten. En ik heb niet per se een vierkant schoppen. Maar ik heb ook geen klaverstop. Dus hopelijk kan jij met een klaverstop drie sands bieden. Want als je met Zuid inderdaad gewoon geen klaverstop hebt. En geen vierkant schoppen. Dan zit je eigenlijk vast na drie harten. Want ja, dan moet je misschien vier ruiten gaan herbieden. Terwijl drie sands de juiste mandje bleek te zijn. En of een partner nou... dan ja, af te straffen voor een keer zijn hartes te noemen. Die had dan blijkbaar met vijf met hart en een klaarstop direct maar drie sands moeten doen. Ja, dat is ook, ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Dus ja, dat zou je zo kunnen gebruiken. Dat drie schoppen bij Zuid, dat je gewoon niet zo heel vaak een vierkant schoppen ook nog hebt. Mm-hmm. Dat je zou kunnen zeggen dat betekent van nou. Ja. Dat betekent dus wel dat drie schoppen dan ja, wel eens echt kan zijn, maar het hoeft niet. Dus Noord zou dan niet in jullie systeem vier schoppen kunnen bieden? Nee, klopt. Nee, Noord die zit een beetje vast. Die biedt misschien vier klaver. Zo van, ja. Ik kon geen drie sands bieden. En ik heb ook geen zes kaart hart om te herhalen. Ik heb geen duidelijke ruitenfit die ik kan bieden. Dus ik doe vier klaver. En ja, dan bied je met Zuid alsnog vier schoppen. Zo van, ja. Ik had echte schoppen. Ja. En als Noord vervolgens maar een driekart heeft, dan corrigeert hij naar vijf ruiten, lijkt me. Kom je naar vijf ruiten. En met deze dan past hij dus. Ja. Dus zelfs als je een noodbot speelt, drie schoppen in plaats van echt, dan kom je hier vier schoppen terecht. Met een trucje kom je er nog uit. Ja. Vier klaver, dat heeft ook een naam, geloof ik. Choice of Games. Ja. Komt niet zo heel vaak voor. Maar soms wel nuttig. Ja, allebei wel ingewikkelde afspraken. Dat, ja, dat is wel tricky. Ja. Wil ik wel eens, het klinkt allemaal heel leuk en van heel. Maar het is, je moet wel allebei weten dat je het speelt. Anders is het niet dat de een denkt dat de controle is en dat andere. Ja, de ene denkt dat de controle is en de andere choice of games. Dan, het zal niet de eerste zijn waar het misgaat. Dat, nee, de risico's zijn dat je te hoog komt of in de verkeerde kleursoort. Ja, dat die allemaal in één keer past. Ja, en te hoog en in de verkeerde kleursoort is helemaal. Ja. Dus ja. Het is wel leuk, maar moeilijk. Ja. Lastig. Ja, de inzender die eindigt in drie ruiten. Het ging drie klaver en Zuid volgde drie ruiten. En ik denk dat er een vraag ontstond of Zuid misschien niet wat passief was met drie ruiten. Maar ik ben meer geneigd te zeggen dat Noord nog wel een duit in het zakje had kunnen doen. Ja, dat sluit me aan. En dan kom je er in dit geval wel uit. Klopt, want het maakt niet uit of je in drie sands of in vier schoppen komt. Ja, het zit allebei. Allebei gehaald. Ja, en de paren liever in vier schoppen waarschijnlijk. Ja, omdat klaver start, harten er doorheen. Dan zit je net aan. Nou. En ook wel eens klavervrouw gezakt. Ja. Om de communicatie te bewaren door Oost. Die moet er wel even goed door de kaarten heen kunnen kijken. Ja, klopt. Inderdaad. Ja. Als die zijn partner misschien op een ruitenplaatje speelt, dat hij de ruiten stopt. Ja. Ik denk, nou ja, als beste downkans. Want op zich is dat wel de beste downkans. Dan kan wel klaar aanspakken en hard te switchen. Maar dan hebben ze er maar vier, hè? Dan hebben ze er maar vier, ja. Ja, dan geef je eigenlijk op. Ja. Lastig op paren. Ja. Dat is echt zo moeilijk. Ja. Eigenlijk niet te doen. Oké, ik heb nog een leuke vraag. Maar die gaat volgens mij niet zozeer over bridge zelf, als wel over ja, wat statistiek en bridge, of wat
kansrekening. En Britje, die komt, de echte kansrekeningvraag komt straks. Maar ik kreeg de vraag van, ja, waar zijn er meer van? Bridgeverdelingen, dus als je een pakje kaarten schudt en deelt. Of het aantal mogelijke biedingen. En dat hoeven dus geen rationele biedingen te zijn. Maar gewoon, wat is het volledige spectrum daarvan? Gaat het dan om biedverlopen? Wordt ja. Er niet biedverlopen bedoeld? Ja, sorry, biedverlopen. Ja. Excuses. Goed zo, Berend. Aantal biedverlopen. Luc, het is jouw laatste keer. Quizvraag voor jou. Het zou ook wel mijn straatje moeten zijn. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ik dacht ook aan jou toen ik deze vraag keek. Nou, deze fiets ik er zo in. Want jij hebt wiskunde gedaan of zo, of niet? Ja, toegepaste wiskunde heb ik gedaan. Mijn gevoel zegt dat er meer bridgeverdelingen moeten zijn, want je hebt 52 kaarten. Dus daar heb je wat meer keuzes in, maar dat weet ik niet zeker. Want met bieding heb je natuurlijk heel veel. Kun je eerst een rondje passen en dan een klaver en dan nog. Ja. Dus, dat is ook heel veel. En biedingen zijn er zeg maar 35. Dan heb je pas, dublet, redublet. Maar daar kun je natuurlijk heel veel. Het heel veel langer mee maken. Over biedverlopen hoor je het eigenlijk niet zo vaak. Bridgeverdelingen hoor je wel. Ik weet het nu niet precies, maar dat zie je wel eens ergens staan. Ja. Dat ook zijn eigenlijk miljarden. Ja. Nou ja, ik denk miljarden dat miljarden is nog een beetje eufemistisch uitgedrukt. Ja. Ik denk dat het bridgeverdelingen zijn, maar ik heb er nooit uitgerekend of iets dat. Nee, ik ook niet, want dat kan ik helemaal niet. Ja, ik weet wel dat ik vroeger ooit de vraag heb gekregen wat de kans was op dat je alle schoppers gedeeld kreeg. Maar toen was ik 13 of zo. Dus toen was je 13. Berend, wat denk jij? Ja, ik heb geen idee, maar mijn eerste gevoel was meteen dat ik ook aan bridgeverdelingen dacht. Maar misschien omdat ik dat getal wel eens gehoord heb. En dat was echt zo giga. Ja. Biedingen, ja, dan kan je wel elke keer een pas ervoor plaatsen, maar dan heb je er elke keer eentje weer erbij, ja. Ja, maar ik ja. Ja. Het is wel leuk om een keer uit te rekenen, maar ja, reken maar uit. Jongens. Het is het aantal biedverlopen. Oh, ik heb het ook op moeten zoeken. Klopt. Ik weet wel hoe ik de handjes uitreken, maar het aantal biedverlopen weet ik niet. Volgens mij is het aantal handjes. Nou ja, je kunt het ook opzoeken in de linkjes hieronder. Dan kun je eventjes. Dat is wel een leuk filmpje op YouTube. Dat gaat erover hoe groot is de kans dat je een perfecte hand krijgt. Dus iedereen 13 schoppers, 13 harten, 13 ruiters, 13 klavers. Dat is niemand ooit nog gelukt. En het andere link die gaat over hoe je uitrekent hoeveel biedverlopen er zijn. Maar het is ook niet echt close, Luc. Nee, ook echt niet in de buurt. Ik kan het getal ook niet echt uitspreken. Maar veel. Heel veel. Maar de kans op dat iedereen 13 kaarten heeft, is toch identiek aan een willekeurig bridgespel, zeg maar, dat je deelt. Ja, maar je kunt dan ook. Ja, dat is zo. Maar als je zeg maar als ik als West 13 schoppers krijg, hoeft het nog niet zo te zijn dat. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel natuurlijk een willekeurig spel, zeg maar niet uit wat. Bijvoorbeeld die we net hadden met die ruiten moesten rollen. Dat is volgens mij heeft dezelfde kans van precies al die tijdjes van voorkomen als dat iedereen 13 kaarten in de beurt heeft. Ja, dat klopt. Ja. Dat voelt, zo voelt het niet. Het maar, voelt niet zo, nee. Is het niet? Gewoon één willekeurige ding wat je eruit trekt, zeg maar. Eén sample die heel precies kan. Ja. Dat is 1 op 2,35 octiljoen. Maar ik weet niet wat een octiljoen is. Veel. Veel. alles is veel. Ja. Maar we zeggen wel eens dan aan tafel, hey, dit biedverloop heb ik nog nooit gezien. Maar ja, die kans is dus best wel groot. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel onzin biedverlopen. Ja. Heel veel onzin biedverlopen. Maar er zijn ook heel veel biedverlopen. 9,7 keer 10 tot de macht 46. Maar de kortste en de langste, die heb ik zo opgeschreven, wou ik zeggen. Ik ben eraan begonnen, maar
Met de kortste was ik snel klaar. Die staat links. Maar die langste is natuurlijk heel erg lang. Want het gaat pas, pas, pas. Eén klaver. Pas, pas, dublet. Pas, pas, redublet. Pas, pas. Eén ruiten. Ja, ik heb tot 7 zand uitgeschreven. Maar dat past. 35 of zo is het, bied je me? Ja. Ja, dat mag jij dan wel uitrekenen. Ja. Ja, misschien zegt dit voorbeeld al genoeg inderdaad. Ja, dat kon niet meer bij. Dus het duurt eeuwen. Ja, dat er echt... Als je dan, precies. Als je dan nagaat, is het dus ook een beatflow dat met 2 keer pas begint. En dan het langste beatflow. En dan de hele tijd variaties daarop binnen. Ja, natuurlijk zo. Dat. En dan doe je met 1 dealing minder. En dat, dus dat is echt zoveel, maar ja, de meeste van die beatverlopen, die makes no sense. Ja, en ik had Berendijn dat alles opgeschreven in zijn systeemboek, maar die zal niet in de buurt komen. Nee, die hebben we ook alweer ondertussen ingekort, hoor. Maar op een gegeven moment hadden we er wel veel uitgeschreven, ja. Ja, dus er zijn meer beatverlopen dan handjes, maar het grappige van Bridge is dat je eigenlijk te weinig tools hebt om al je nuttige handjes binnen een bepaald window te kunnen bieden, als het ware. En je hebt niet oneindig de ruimte. Maar dat komt natuurlijk omdat je in 4 schoppen moet eindigen en niet in 5 schoppen. Ja. En je bent ook afhankelijk van je tegenstanders, toch? Ook. Ja. Als je niet too bad zijn, dan... Ja. Hé, dat mag je niet doen. Dit biedt vooral nog voorkomen. Ja. Dat is helemaal gehad. Ja, inderdaad. Nou, ik vond het wel grappig, want dat filmpje is heel erg leuk. Het is geloof ik een Engelse professor of zo, die je uitlegt, die gaat over wat kansen en Bridge komt daar ook in voor. En dan legt hij uit hoe groot de kans is en dat meet hij dan af aan andere kansen. Het duurt wel 25 minuten, dus als je zin hebt om hierna naar Bridge TV, daarna te kijken, dan kan dat natuurlijk. En die andere, daar snapte ik helemaal niks van, maar ik neem het zo aan. Ik ben benieuwd, ik ga eens kijken. Ik vind het een leuke vraag. Ja, het is wel grappig. Ja. Ja. Nou ja, helaas hebben jullie allebei niet gewonnen. Ik had er iets moois in gedachten, maar... Helaas. Was ook een strikvraag, Luc. Maar hoeveel staat er nou bij die handjes? 53,6 keer 10 tot de macht 27. En volgens mij is dat hetzelfde als... Ja, 52 faculteit gedeeld door 13 faculteit tot de macht 4. Hier zie ik, maar dat is aantal verschillende handen dat een speler kan krijgen. Nee. Maar dat is 635 miljard. Man. Ja, oké. Okay. Dit is gewoon de verdeling. Ja. Een heel spel. Ja, een heel spel in plaats van 1 handje inderdaad. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, grappig. Heel wat geleerd. Ja, hier wat geleerd. Oké, we gaan nu naar de praktijk, want dit is natuurlijk theoretisch. Allemaal theorie. Ik kreeg ook een vraag een tijd geleden al van, kun je niet eens wat kaartcombinaties maken of daar iets over vertellen, hoe je dat aanpakt? Nou ja, we kunnen natuurlijk heel veel kaartcombinaties bedenken en dan zeggen hoe je het moet spelen. Maar dat is niet zo heel nuttig, want het komt niet allemaal zo vaak voor. Dus ik dacht van, ik groepeer het een beetje. Volgens mij heb je, als je een kleur voor je neus krijgt, een aantal variaties. Je hebt handjes die rond de 50% liggen, als je het maximaal aantal slagen wil halen, zoals hand 1. Stel dat je daar 4 slagen moet halen, dan ga je waarschijnlijk snijden nadat je een... aas of heren eerst heb gecashed om de second vrouw te pakken. Een snit is op 50%. Dus laten we het zo maar zeggen. En Berend, hand 2, hoe zit dat? Ja, hand 2 is een voorbeeld van een, eigenlijk een 100%. Dus je begint met schoppen aas. En dan, kijk je wie van de twee er een ons heeft. Ja. En daar snij je de boer over. Ja. Dus dat is een 100%. Klopt, maar dat is strikt genomen geen safety play. Dat is iets anders. Nee.
Ja, hoe zou je het kunnen noemen? Ik dacht zelf, het is een soort discovery play of zo. Ja, het is... ja, misschien wel, maar dan een discovery play in één kleur. Ja. Meestal doe je discovery play is meestal ja, met meerdere. Ja. Dat je wat kleurtjes uitspeelt en dat je dan achter de verdeling of achter de plaatjes van de tegenstanders komt en dat je dan berekent gewoon hoe je de uiteindelijke kleur die je goed moet gaan doen, hoe je die gaat aanspelen. Bijvoorbeeld als je een vrouw moet vinden of zo, dat je eerst naar de punten in de andere kleuren gaat kijken als iemand voorgepast heeft of zo, en die heeft dan al 10 punten laten zien. Ja. Dan ga je bij diegene niet meer een vrouw zoeken nog in de laatste kleur. Ja, precies. Dat is ja. Volgens mij meer discovery play. Maar ik weet niet hoe je dit noemt. Maar wij noemen het meestal gewoon een 100%. Ja, een 100%. Ja, zo kun je het ook noemen. Ja, dat is natuurlijk wel, natuurlijk wel grappig. Deze kleuren die komen eigenlijk nooit in isolatie voor. Er zijn altijd andere informatiebronnen die je kunt gebruiken om ja, je kansen te verbeteren, als het ware. Maar laten we het vandaag even beperken tot deze kleur in isolatie. Oké, dat ter introductie. Luc, nummer 3. Kun je ons eens meenemen in je gedachten van, hey, het lijkt random, ik kan de vrouw links vinden, ik kan de vrouw rechts vinden. Ja, waar kijk je dan naar en ja, hoe, ja, heb je daar een gedachtegang bij? Ja, je moet nog 5 slagen doen, toch? Ja. Ja, mijn eerste gevoel was dat je een kleintje naar de heer moest spelen, zodat je nog, ja, ik ga even snel wat vooruit op, maar zodat je nog vrouw sec aan kan, achter, aan de, ja, gewoon vrouw sec en vrouw vierde. Dus vrouw derde en allebei de kanten kun je in principe aanzetten. Als je zou beginnen met de ja, boer. Ja, dat is gewoon 50-50. Je weet niet of je heeft, neem een snit. Doe. Dus vrouw vierde ga je geen 5 slagen. Vrouw vijfde ga je geen 5 slagen halen. Dat gaat niet lukken. Dat is te moeilijk. Dus dan heb je nog vrouw vierde en vrouw sec als varianten. Mm-hmm. Dus als jij... nou, vrouw sec kun je makkelijk aan door met de aas te beginnen. Of met de heer te beginnen. Maar als jij met de aas zou beginnen en er valt geen vrouw sec, kun je bij... Nood op. Bij West ja. Herstellen. Kun je geen vrouw vierde meer aan? Want dan speel je de boer op of je speelt een kleintje naar de 9. En dan, ja, dan zakt hij. Dan speel je kleintje naar de koning en heeft hij nog steeds de vrouw over. En omdat je met de aas bent begonnen. En dat zou je op kunnen vangen door met de boer te beginnen. Nou, als hij zakt of dekt, dan kun je snijden. Maar dan neem je vrouw sec niet meer mee. Zoals je aan de andere kant doet, als je met de koning begint, kun je en vrouw sec meevangen en vrouw vierde aan de oost, in de oostland. Dan kun je dus de koning doen, dan kun je de 9 laten lopen. De 9, de dekte. Dus je vangt dan vrouw sec extra mee. Dus daarom zou ik, als je geen andere, extra andere informatie hebt. Dus ja, ik ga eerst kijken welke zitten maken niet uit, welke zitten maken er wel uit. Mm-hmm. Zo probeer ik het een beetje aan te vliegen, zeg maar. Ja, precies. Dus in dit geval valt het meest normale zitsel, het kleinste verschil. Dat is ook wel een goede tip. Het kleinste verschil is vaak de grootste kans. Dus 4-2 is de grotere kans dan 3-3. Ja. 7 sporen. Ja, dus je gaat... Je denkt na van, oké, dat maakt niet uit. Maar wat maakt het misschien wel uit? Dus ja. Als ik het echt niet weet, maar dan ga je op zo'n manier... Ja, ja, je weet het echt niet. Ja, zonder voorkennis. Ja. Ja, en je moet je dus realiseren dat mocht je toch over West willen snijden, dat je direct moet gaan snijden met de boer. En ja, niet eerst de aanslaan. Want ja, de aanslaan heeft alleen als extra nut dat je de vrouw sec meepakt. Maar ja, als Oost een sec plaatje of een kleintje heeft, ja, dan kan je ineens vrouw vierde niet meer bij West aan. Dus ja, mocht je vierde denken van... Ja, ik denk dat West de vrouw heeft. Dan moet je gewoon gelijk de boer laten rennen. Want dat gaat alleen mis dan ja, als Oost die sec heeft. Maar de, ja, ja, er zijn 4 kleintjes nog weg. Dus die kans is veel ja, groter dat die sec ja, bij Oost zit dan. Als je denkt dat ze 4 zit. Ja, de kans dat de vrouw in de vierkant zit is groter dan dat die sec zit. Ja, precies. Oké. Okay. Mooi. Berend, nummer 4.
die zie ik wel eens fout gaan. In de ja, vier is ja, eigenlijk een interessante. Ja, je wil gewoon gaan snijden. En ja, eigenlijk gaan we ervan uit dat we vier slagen moeten halen, want drie lukt altijd wel. Veel spelers beginnen met tien voor te spelen. Maar dat gaat eigenlijk mis. Want we gaan er even vanuit dat de heer goed zit, want anders maakt het niet uit. Dat gaat mis als de heer sec goed zit of de heer dubbelton. Omdat je dan, ja, als je die wordt gedekt, de tien, en dan blijf je met die vier nog zitten. Wat een verliezer is. Dus wat je hier zou moeten doen, is een kleintje naar de vrouwen spelen. Oversteken, kleintje naar de boer. Ja. En dan de A slaan. Dus het gaat eigenlijk, ja, het gaat dan goed als de heer sec of de heer dubbel of de heer in de driekaart zit. Zit de heer vierde ervoor? Ja, dan was het eigenlijk nooit goed gegaan. Want als je dan met de tien was begonnen, als het goed is, had West dan gedekt met de heer. En dan blijft die vier ook, wordt uiteindelijk een verliezer. Ja. Dus ja, eigenlijk. West moet wel altijd inleggen. Ja, West moet wel de tien gaan dekken. Ja, als je denkt, nou, die West die dekt die tien wel niet. Want ik zag laatst Joris, dat het, ja. Joris die had laatst nog een figuur, had iets van boer derde om AC die vijfde. En die speelde de boer voor, toen kwam de klein. Toen dacht hij, nou, die mensen hadden zeker gedekt, want toen lag boer leeg derde in de. Dus toen pakte hij de A's over. Toen ging dus boer klein, nam die over met de A's, toen sloeg hij de heer. En toen viel rechts de vrouw. Als ja. Dus die had met vrouw dubbel niet gedekt. Ja, dat is wel, dus, met, ja. Dus eigenlijk had hij het verkeerd ingeschat. Want met vrouw derde had die persoon helemaal niet gedekt. Ja, die heeft het, mentaal heeft die jongen, die persoon van Joris gewonnen. Ja, klopt. Nee. Dus dat vond ik wel leuker. Dus je moet inschatten. Maar ja, normaal, als je West zit en je hebt schoppeer en de team wordt voorgespeeld, is het volgens mij... Ja, ja. Wel goed om te dekken, maar het is weer verkeerd als de leider 10-9 sec heeft. Ja. Als ze dus die hand niet zien, met die tientje derde. Ja. Als de leider dan 10-9 sec heeft, ja, dan gaat de 10 weer A's schoppen naar de 9. En overgestoken en twee hoge schoppen. Terwijl als je twee keer duikt, ja, dan kan de leider geen derde keer een snit nemen. Maar ja, als West heeft vaak zelf dan in de vierkant ook de 9 er nog bij. Dus dan maakt het weer uit. Ja. En hoe kom jij op de juiste speelwijze in zo'n spel? Is dat omdat je de spel kent of de layout kent? Of reken je dat uit of zit je verdeling in je hoofd te bedenken? Nou ja, uiteindelijk ken ik het nu al aan de hand van ervaring. Weet ik gewoon dit soort dingen wel. Alleen ik ken het al langer. En toen was het gewoon inderdaad gewoon een beetje verdeling in je hoofd. En kijken wanneer dat misgaat. Ja, als ze 3-3 zitten, maakt het niet uit. Maar als er honderd heer dubbel voor zit, ja, dan gaat het fout tussen de 10 voor speelt. Maar het is handig om het een keer in de praktijk te hebben gezien waarin het fout gaat. Ja. Want dan zie je, oh, dat was wat onhandig. Nou ja, klopt. Dat komt misschien ook wel een beetje voort uit de honneurs uit de korte, van de korte kant eerst of zo. Ja. Vaak een goede regel, maar dat heeft te maken met deblokkeren en zo. Zeker. Ja, je kunt het oefenen. Sorry, Luc, wat zei je? Ik zei, je ziet hoe vaker misgaan als het een schopje minder bij Zuid zit. Dan moet je ook met een kleintje beginnen. Dan heb je natuurlijk alleen koning sector voor, maar dan heb je zeg maar... Ja, je bent heel veel mensen zijn geneigd, ikzelf ook, om de team te spelen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat komt ook minder vaak voor dat hij dan valt. Maar... Ja, gek is dat. Ja, maar ja, toch gebeurt het wel eens. Ja. Maar er zijn wel wat leuke sites. Je kunt ook in die link die linksonder staat een beetje daarmee spelen. Die heb ik al een keertje eerder gepost in Bridge TV. Maar het is wel grappig om... als je een keer tegenkomt in de praktijk. Je hebt het zo ingevoerd. En dan zie je wat het beste is. 5 is een luxe voor jou. Dus de laatste vraag voor jou. Ook van Bridge TV. Dus dat is, Die moet ik goed doen. Deze moet je goed doen. Maar dit is een bekende figuur. Met een wat... misschien een helemaal natuurlijke speelwijze. Kun je het uitrekenen? Of weet jij nu weet je het wel. Maar... Ja, ik ken toevallig deze figuur. Dat helpt wel. Dus ik ben hier wel. Maar... Ja, je moet een beetje kiezen hoe je de kleur moet spelen. Dus als je kleintje aan de A speelt en speelt dan een kleintje op,
naar je vrouw te denken. Dan moet je kiezen of je de vrouw of de team legt. Mm-hmm. Je zou denken dat het een soort 50-50. Maar je moet de vrouw leggen nu, in deze situatie. Want dan vang je boer dubbel mee. Zoals er bijvoorbeeld koning dubbel achter zit. Dan heeft die rechter nog, heeft Oost nog boer dubbel over. En dan kan je er toch nog eentje verliezen. Ja. Dat is hoe je die play moet spelen. Maar dat is niet hoe je deze play moet spelen, zou ik zeggen. Hier moet je de vrouw opspelen. Want dan heb je koning dubbel bij West, kun je denken aan. En boer dubbel aan allebei de kanten. Ja. En de koning bij West gaat ook altijd goed. Zeg maar, niet altijd. Ja. Elke honderd dubbel, geloof ik, behalve heer kleine achter. Ja, ja, precies. Maar ja, die kun je ook niet aan als je schoppen naar de aanspoor. Nee, precies. Voor vier slagen. Ja, een beetje lullig als rechts heel veel klein heeft misschien. Dat, maar goed, dat heb je natuurlijk met heel veel klein. Aan de andere kant heb je dat ook wel. Dus dat, ja, precies. Dat middelt dan wel weer uit. Met, ja. Dus, maar bijvoorbeeld boerdubbel vang je altijd op, want dan valt de volgende onder de aas. Dus, hierop is de vrouw voorspeler het beste. En dat voelt nogal onnatuurlijk. Dus ik weet niet of deze, als ik hem niet had gekend, in praktijk goed had gedaan. Dat, ik had wel een kleintje naar de aas en dan een kleintje naar de vrouw. Dat is wel een algemeen ding, dat er dan een plaatje onder kan vallen, dat je dat meeneemt. Mm-hmm. Maar ja, ik heb deze toevallig gehoord dat het volgens mij Berenweer verhaal weer de Loek of Rikkel. Daar, ja, moeten we namen noemen? Ja, één van de twee. Ja. Daar is een Mexicaan voor veel geld. Bij de Cavendish een keer deze figuren niet goed gedaan. En dat, ja, dat kostte wat geld. Laten we het daarop houden. Dat maakte wat nulletjes uit, geloof ik. Oh, dat is wel, ja, dat is wel pijnlijk. Nou, klopt. Maar je moet geloof ik wel de achterbij hebben. Want als je die niet hebt, dan... Nee, klopt. Want ja, wat Luc ook zei, vroeger had je wel eens inderdaad aas dubbel om vrouw te 59. En dan leerde je inderdaad kleintje naar aas, kleintje. En daarna dat je de vrouw moest leggen. Om de reden die Luc zei met die boerdubbel. Mm-hmm. Ja, dat leerde ik ook al. Tijdens inderdaad in mijn jeugd. Met de jeugdbridge en zo. Zo'n figuurtje. Maar deze heb ik ook inderdaad pas later gezien. Dat als je dan ook de achterbij hebt. Dat het dan ineens de vrouw voorspeler wordt. Maar voor mij heeft dat ook wel een tijdje geduurd. Ik zal hem ook vast wel eens fout hebben gedaan. Vroeger. Ja. Hij komt ook niet zo vaak voor. Dus je kunt hem ook niet zo vaak fout doen. Nee, ik denk ook dat mensen niet... Ja, ik zou het niet best even herkennen meteen, zeg maar. Oh, want weinig mensen natuurlijk kennen. Dat, dus dan weet je niet dat je het fout hebt gedaan, zeg maar. Dus het ook voor zijn plek. Of het is... ik denk dat het ook nog wel een ding is. Ja, deze moet je echt weten, denk ik. Ja, je zou het wel aan tafel uit kunnen rekenen. Ja. Maar je hebt ook nog een, weet je hebt ook nog een klok. Brits is ook een tijdsgebonden sport. Dus, Kunnen nog wat beter zullen dan... Ja. Nee, maar voor de training is dat wel goed inderdaad, dat je wat speelfiguren al gezien hebt. Want ja, je kan aan tafel op zich, zou je elk speelfiguur wel op kunnen lossen. Gewoon in alle verdelingen denken en dan gaan berekenen en zo. Maar ja zo werkt het niet. Dan, dat kost te veel tijd. Dat is gewoon niet leuk. Nee. Ja, dit kun je gewoon trainen natuurlijk. Je kunt het huiswerk maken, als je zou willen. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Als er mensen met meer kaartverdelingen, mensen die meer vragen hebben over kaartverdelingen, dan mag je ze gerust opsturen. Dan behandelen we ze in de uitzending. We gaan over naar het spel van de week. Ik laat het weer een goed gevulde, je ziet het niet zo goed, maar een goed gevulde groentebak. Ik kan het stop even delen. Dan ga ik het anders delen. Kijk. Daar is hij. 6 klaver door Zuid. Superveel A's en heren. Eigenlijk allemaal. Waarom zitten we niet in 7? Mag ik niet meer. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Oh. Omdat we troef vrouw misten bij het keycards vragen. Of... Ja, dat is waar. West komt uit met de ruiter vrouw. Nou, Luc,
Ja, jij bent hier voor het laatst, dus alle bal op jou. Dan ja, gaan we verliezen stellen. We hebben geen schoppen, geen een hart, geen een ruiten. En we kunnen er twee verliezen als er vrouw Bouvier in Klaver zit. Ergens. Mm-hmm. Dus de vraag is, kun je dat gratis meenemen? Dus als je met een kleintje naar de heer begint, en best als vrouw Bouvier, dan ben je down. Het andere alternatief is een kleintje Klaver 10 laten lopen. Als het best een vrouw hier heeft, dan vang je het mooi mee. Als het best niet bekend, dan zie je hoe het zit. Dus dan kan je de koning pakken en daarna snijden. Mm-hmm. En als ja, best is bekend, je speelt klein en Oost pakt een plaatje, dan is het één. Dan vallen ze daarna klaar voor vrouw en boer over elkaar heen. Of de koning of de aas. Ja, dan zat het niet 4-0. Hè? Met hier 3-1 of 2-2 zit, zo haal je het dan ook. Ja, dan moet je nog even kijken of er ergens een aftroever in kan zitten. Ja, daar komen we zo meteen wel even op, want er waren enkele inzenders die dat wel benoemden. Maar ik vind dat in ruiten toch niet heel waarschijnlijk. En ik zie nu geen informatie over Piet verloop. Maar als bijvoorbeeld Oost 3 schoppen heeft geopend, kun je misschien wel denken van, hé, dat is eng. Om een klavertje naar Oost. Maar als er niks geks is gebeurd, dan denk ik dat het redelijk veilig is allemaal. Ja, dat... Ja, meestal gaat het wel lukken. Het is... En dan moet je later dus met een hart aftroeven waarschijnlijk naar je hand. Als ze ruiten nu na zouden spelen. Ja, als ze nu ruiten. Ja, dus dit is, ja. Inderdaad de goede oplossing. 10 laten lopen of welke dan. Ja. En met een hart aftroeven naar je hand is ook nog om het te om het puur te halen. Hè? Ik bedoel, in paren zou ik het denk ik niet doen. Maar misschien, ja, nee. Nee, ook, zeker niet. Paren lijkt het heel dubieus. Ja. Dan speel je waarschijnlijk kleintje op. En als er in honneur komt, ga je snijden. Voor je zit dan ook in, je moet dan misschien wel in 6 zand zitten in paren. Ja, moet je misschien toch voor je de maakkans meenemen. Omdat je al van 6 zand verliest. Als dat erin, als dat daar het geval is. Hier kun je niet aan in 6 zand. Klopt, als je inschat dat de rest van het veld in 6 zand zit, dan moet je dat doen. Maar als er ook mensen slam gaan missen, ja. Ja, dat... Maar dat maakt al niet uit, daar weet je toch al van. Oké, maar in viertallen, zouden jullie zo... Kijk, dit is een quiz, dit is een spel in quizvorm. Dat is net als een beatwedstrijd. Dat is ook anders in de praktijk dan in het bridgeband. Zou je het zo spelen in de praktijk? Ik denk het wel. Want ik denk dat het vrijwel zeker is dat je eruit en aankrijgt met deze ding. Want mag de schoppen voelt gewoon wel gek. Dus dan heb je het risico dat West een dubbel ton harten heeft met 3 klaveren. Want als Oost hem heeft, kun je er altijd overheen troeven, zeg maar. Tijd. En als er 2-2 zitten bij zo'n klaver, dan is het niet troeven. Dus ik denk wel dat ik zo ga spelen. Dat is niet zo'n hele kleine kans. Terwijl vrouw Bouvier is best nog wel een grotere kans dan je... Best wel een redelijke kans, volgens mij. 10% geloof ik. Ja, zoiets had ik ook aan het trekken. Ik ben niet heel goed met die percentages, maar... 10%? Volgens mij is 3-1, dat is het kleinste verschil. Dat is 50. 2-2 is 40. En 4-0 is 10. Ja, dat is altijd een afweging, hè. Want kijk, in slam is het helemaal zo. Dan moet je het eigenlijk wel halen, want je hebt geen idee wat aan een andere taal gebeurt. Misschien is het slam wel, maar je hebt wel eens in een munch waarin je zit. Wat je eigenlijk ziet, nou, iedereen zit hierin. En dat je dan misschien een heel erg safety play kan nemen. Maar die bijvoorbeeld, 20 keer een overslag kost. Ja, dan is het er toch niet waard om te doen. Nee, klopt. En in slam... Je kunt, niet iedereen vergeeft het je als je in 6 hebt gezeten en je hebt een overslag gemist. Nee, klopt. Het maakt echt niemand wat uit. Nooit. Dus ook wedstrijden, dat is natuurlijk meer dan 4-tallen argument. Maar als je een 4-tallen wedstrijd speelt, die worden niet zo heel vaak op 1 in beslist, maar vaker op wat grotere swing, zeg maar. Ja. Dat is dan ook, als het heel 6 is, dan maakt die 1 in niet meer uit. Het 10 in had wel uitgemaakt. Ja. En dat met 1 imp, dat is wel pijnlijk, hoor. Echt? Dat is weer.
Nou ja, meerdere keren, 2 weken geleden nog met de OCBL in de kwartfinale. Toen wonnen we met 4 imps, maar toen was de carryover 4.1 voor hen. Dus toen verloren we op een 10e imp. Ja, dat is hier. Dus ja, dat impje, als ik dat kan pakken ergens in een overstap, ja, dan ga ik dus er wel over. Wonnen de Nederlandse vrouwen in 2000 niet met een 1/4 imp of zo? Omdat er een tijdstraf was? Ik weet niet of jullie toen al blitsten, maar... Ja, en in China werden wij wereldkampioen, maar dat was op 2/3 imp, geloof ik, of zo. Nee. Ook mooi. Dus inderdaad, Luc, je hebt gelijk, die echte impen die tellen niet. Maar als er tussen de 0 en de 1 imp zit, ja, dat is zeer belangrijk. Die overslagen, dat... Die overslagen maakt niet uit als je maar aan de goede kant van de tijdstraf zit. Ja, precies. Maar dat gebeurt mij sowieso very wel. Hard impen en zo, die komen al. Beetje vlot spelen. Dat zou mij zeggen, ja. Oké, nou, er was dus inderdaad wat commentaar over, stel dat ik nu klaar voor naar de eer speel. Ja, of het dan afgetroefd kan worden als ik weer moet oversteken naar Haas. Ja. We kunnen het er nog een keertje over hebben, maar dat was niet helemaal de strekking van dit probleem. Nee, je had ook voor de gein harte hier bij Zuid erbij kunnen doen. Ja, precies. Of uit de A-cirkel Zuid. Ja. Nee, kan je op je hoofd. Oké, maar ik ga een winnaar pakken. Dit wordt hem. Spannend. Oh, zie je het? Ja. Jan 2. Ik kom goed staan, Wereld. Wat zeg je? Heb ik hem, kun je het zien? Ik kan hem nu zien, ja. Af en toe gaat er wat aan de achtergrond doorheen. Maar ja, ik heb Jan 2, ik zie het staan. Ja. Mooi, Jan 2, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, goed gedaan. Ja. Ja, mooi gedaan. Zeker. Als laatste van vandaag. Het spel van de week van de volgende keer. Je zit in 3 zand. We start met harte vrouw. Ik tel 8 slagen. En er moet nog een 9e bijkomen. Voordat ik een hint of tip ga geven, hebben jullie al iets om aan de kijkers mee te geven van let hierop? Ja, mijn tips zijn laat de tegenstanders het werk doen. Ja, Luc? Ik denk dat wel een aardige tip is. Ja, precies. Ik zou zeggen, West komt ook gewoon normaal uit. Een normale stad. Nee, dat is wel zeker. Niet een singleton of zo, vrouw zeker. Ja. Oké, nou, dit wordt ook gepubliceerd in onze nieuwsbrief. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd mailen naar ondersteuning@bridge.nl. Voor alles nog wat. Luc, dankjewel voor de keren dat je hebt meegedaan. Succes met je werk. Ja, en dan ik zie je wel binnenkort dat nu zeg maar een beetje mag. Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar nee, ja, was leuk. En bedoel, ja, instudeer wil ik wel doen, maar niet vast, zeg maar. Als je iemand mist, wil ik best wel bijspelen. Maar, ja, precies. Ja. Dat was meer op punt, zeg maar. Ja. Ja, we zullen je missen. Nou. Ja, ik jullie ook, hè. Berend, wij zien elkaar over 2 weken, denk ik, dan weer. En we gaan ook nog een keertje ergens op vakantie, eind juli. Ik weet niet of jij dan ook gaat. Maar, Ik ga misschien ook nog wel een keer weg. Ja, misschien in juli nog. Ik weet niet of er dan alweer gebridged mag worden, maar... Misschien nog een paar dagjes Frans Bridge Festival ergens of zo. Als dat zo uitkomt. Ja, die zijn er volop. Biarritz en zo. Ja, Biarritz, Deauville misschien. Ja, ik weet niet wat allemaal doorgaat, maar het zou leuk zijn. Deze is zo open. Wat zei je? Deze is zo open. Oh, deze is weer feest. Morgen is het weer raak. Ja. Oei, 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 oei. Werk je op woensdag ook, of niet? Ja, maar het is een 10 uur afgelopen. Dat is
moet natuurlijk moet alles dicht, hè? Dan gaat de bar dicht, maar mag je dan nog wel blijven zitten zonder dat... Nee, dan moet je voor gaan. Ja, tenminste dat... Oké. Precies. Maar goed, ja. Ik vind het niet zo erg. Het ligt in deze tijd in bed. Ja, begrijp ik. Oké, dankjewel. Ja, tot over 2 weken. En Luc, succes met je... Dank je. Ja, met vakantie. En, yes. Met je. Is goed. Yo, dankjewel. Okay. Hoi. Ciao.